wat een verrassing. Dankjewel. Mooi. Kom binnen. In de Oekraïne verwacht ik nog een hele pittige strijd en vooral deze winter nog. Maar dan komt toch behoorlijk snel licht aan de horizon. Maar ja, wat is dan vrede, hè? Het verdriet blijft bij die mensen. Ja. Roy Donders? Oké. Moet even, ja. Kunnen we nog een huwelijk gaan verwachten van Roy Donders en Bibi? Nou, de liefde straalt er vanaf. Roy en Bibi, die zullen ongetwijfeld wel gaan trouwen. Het past echt bij ze. Echt van een bijzonder groot sprookjeshuwelijk. En een poppetje van een babytje van met de leukste kleertjes en schoentjes aan. Van ja, gewoon alles een beetje over de top, maar wel hartstikke op een leuke manier. Nou, we gaan eens kijken wat de energieprijzen ons allen gaan brengen voor het nieuwe jaar. Ja, de energieprijzen die zullen nog eventjes heel hoog blijven. Ik hoop dat de kaarten dit keer geen gelijk hebben. We moeten ze gewoon pesten, zo min mogelijk gas gebruiken, zo min mogelijk stroom gebruiken. Hebben hun een gebrek en dan gaan ze vanzelf al die nieuwe deuren openen voor iedereen. Ja. We gaan een heerlijke warme zomer krijgen. Ja, een hoop mensen zijn er blij mee en een hoop zijn er niet blij mee. Watertekort, hitte, maar we passen ons eigenlijk steeds beter aan. Capco, of die naar Manchester United gaat. Hij zit nu bij PSV. Ja, zo te zien wel dat hij weggaat. Gakpo. Of Peter en Nicole bij elkaar blijven. Ik moet er altijd om lachen. Dan denk ik, oh, je zou toch zo moeten leven. Maar ze houden wel veel mensen lekker bezig. Ik zie Peter op een gegeven moment wel, ik denk fysiek, aardig wat probleempjes gaat krijgen. Maar hij gaat wel weer opknappen, hoor. Ja, dankzij zijn vrouw. Ja, de conclusie voor 2023 is van het aanloopje zal echt helemaal niet makkelijk zijn op geen enkel gebied en vlak. Maar zoveel nieuwe wegen gaan er geopend worden. Dus al bij al moeten we niet in de put gaan zitten. Maar de positieve ommekeer komt in 2023 wel. Gaat de goede kant op.